Yo, van nou even wat de video op deze witte donderdag van Nederland nabouwen voor. En de komende 3 dagen zie je ook nog steeds Nederland nabouwen. Veel mensen hebben natuurlijk al een beetje sold van vakantie. Dat is een slash paasvakantie. Want het is, ja, het is weer Pasen. Dus dat betekent weer dat het de hele weekend een andere planning is dan normaal dat je gewend bent. Morgen denk ik, ik weet niet of het door gaat, maar misschien Nederland draait door, zeg maar. Ik weet niet of het door gaat, maar dat zie ik nog wel. Mijn haast ziet er niet uit, ik weet het. Maar we gaan in deze hoek zeg maar verder. Kan ik het die dag maken? Nee. Nou, dan komt het heel ver. Ja, we gaan aan deze kant zeg maar werken. En dan komen de 2 dagen zie je. Dus Nederland nabouwen. Dus eigenlijk met andere woorden. Morgen komt er geen aflevering van Nederland nabouwen. Maar die dag daarop wel. En dan weer niet. En dan weer wel. Dus maandag, vrijdag en zaterdag komt er een. Nee, maandag, donderdag en zaterdag komt er een video van Nederland nabouwen. En die andere dagen is het gewoon. Waar ben ik in Nederland? Dus vrijdag en zondag. Dus ja. Kan je weer een beetje genieten voor de komende periode. Als ik alleen maar zijn. Wat ik nu aan het maken ben, zeg maar, is voor de mensen die zeg maar dit kijken en volgen. Ik ben nu weer bezig met de ingang van een fietsenwinkel hier. Ik zit hier op deze hoek. Oké. Ja, lastig hoor, want het is echt fucking pittig. Want je moet even goed nadenken van hoe moet ik dit gaan doen. Ik ga even aan deze hoek werken. Ja, jullie zien het niet, maar hier staat een flatgebouw. Kijk, ik zal het even laten zien. En hats. Kijk. Dat bedoel ik. Dat ben ik nu aan het maken. Ja, dat ben ik nu aan het maken. Dat wordt wel pittig. Hoe zou je dat het beste kunnen doen? Dan glas en steen. En steen. Zo lekker droog en steen. Oké. Okay. Nog een ruimpje. Nog een ruimpje eronder. Hat. Hat. En hat. 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 Hans. En wat gaan we doen dit paasweekend? Want voor veel mensen is het natuurlijk een lang weekend. Ja, voor iedereen eigenlijk. Want Pasen valt op een maandag. Dus het valt al elk jaar op een maandag. En dit jaar op 18 april. Dacht ik, moet niet liegen. Ja, 17 en 18 april valt Pasen. Dus ja. Dus ja. En daarom heet het ook hoe heet het ook weer? Want ik heb het opgeschreven ergens. Het Nederland weekend. Niet paasweekend, maar het Nederland weekend. Ik heb al van die creatieve dingen. Dus ja. Vind ik wel leuk om te doen. Leuk hobby. Dan moet hier onderaan ook zitten. Er zit onderaan ook nog. Moet ook nog ruimen. Ik heb hier een tijdje al niet meer aangewerkt, zeg maar. Omdat ik. Ja, ik had er wel tijd voor. Maar ik had niet echt motivatie om dit te gaan maken. Op een of andere manier. En dat heb je soms, hè? Dat heb je soms even van die dagen. Dan weet je, dan is het lastig om het zo goed mogelijk te maken. Ja, ik doe alleen een beetje stenen en een beetje raam. Maar daar moet ik wel eerlijk in zijn. Dat. Oké. Okay. Dat is klaar. Slot van. Laten we gewoon in deze aflevering van Nederland nabouw gewoon even wat rondstruinen over het Amsterdam. Laten we even naar Amsterdam gaan. Naar dit Amsterdam. Het mooie Amsterdam. De grachten. Ik ben ook in Amsterdam geweest. Wat een mooie stad, jongens. Echt waar. Oh. Mooie stad. Daar ben ik wel eerlijk in. Want een tijd geleden, volgens mij in 2018, dacht ik. Ik weet niet meer. Niet liegen. Ik weet niet meer zeker. Maar zoiets. Kijk, dit moet allemaal gemaakt worden, maar dat staat al maanden leeg. Maanden. Soms wel jaren. Ik vind het echt heel erg goed. Nog wat.
En hier heb ik toen ja, toen hebben we hier gegeten. Al een tijdje geleden hoor. Dus ja. Even kijken. En dit is een beetje de aflevering. Dit is al was de aflevering alweer. Nou, we zijn dan gewoon overmorgen zijn we weer met de aflevering van Nederland nabouwen in het Nederland weekend.